In de busremise van Qbuzz in Oosterwolde woedde donderdagmorgen een grote brand. Rond 6 uur kwam de eerste brandmelding binnen. Er werd al snel opgeschaald naar middelbrand en naar het zijn grote brand. Diverse brandweerkorpsen uit Drenthe en Friesland schoten te hulp. 4 bussen, de wasstraat en een kantoorcabine gingen in vlammen op. De brand is vermoedelijk ontstaan in een standkachel. Die kachel moet een bus voorverwarmen. Tijdens de brand werd een aantal knallen gehoord, vermoedelijk van banden die knapten. Na 5 kwartier blussen door de brandweerkorpsen van Oosterwolde, Appelscha, Veenhuizen, Burgum en Drachten was het vuur onder controle.